Oh. En nu? Ja, dat kost geld. Deze krokodil heeft dus ooit 7 mensen vermoord. Ik zit me ook echt aan te staren hier. Kijk hem dan. Ik vind het gewoon eng om dit te filmen. Jongens en meiden, en welkom weer terug hier bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag hier vanuit Kaapstad. En ja, dan ik sta op punt om te vertrekken naar... Ik wilde net zeggen, je hebt helemaal geen adres. Nee, klopt. Het is ook niet iets leuks waar we naartoe gaan vertrekken. Want, wat is het? Een test om terug naar huis te gaan. Klopt. We moeten dus een antigeentest doen of een PCR. Ja, dat zei dat een antigeentest genoeg was. Maar nou, ik twijfel daaraan. Alleen, ik geloof Jade. Dus, nou, wil je het zien? Nee, ik geloof jou. Nee, ik geloof... we gaan niet... Ik geloof je. Een negatieve testuitslag. Een PCR-test van maximaal 48 uur oud bij vertrek. Of een sneltest. En dat is een antigeentest? Ja. Oh, oké. Okay. Maar je hebt wel een adres nodig. Dit heb ik op het web gevonden voor PCR-testen. Hou je mond, man. Dat is dus waar wij de dag mee gaan beginnen vandaag. Het moet wel gebeuren, want anders komen we niet terug naar Nederland. En het kan dus ook zo zijn dat we straks positief testen. En dan moeten we hier dus, ik denk een week in quarantaine of zo. Is geen straf, alleen ik ga dan wel liever de deur uit dan dat ik 7 dagen hier op een hotelkamer zit. Met 25 graden. Maar we gaan het zien. Dus wij gaan op naar de PCR. Al dat stomme corona gezeik, jongens. Oh, ik word er zo moe van. Vooral nu, met dat je nu een PCR-test moet gaan doen om terug te gaan vliegen naar Nederland. Oh, het is een half uur rijden, we zijn een kwartier onderweg, maar we zijn onze paspoorten vergeten. Dit meen je niet. Dit is echt heel kut. Ja. Oh. En we staan ook echt midden in het centrum hier. Lekker handig. Trouwens, misschien nog wel leuk om te vertellen, is dat deze weg waar we dus altijd op rijden, dit is dus de Buitengracht. Zo heet deze straat hier zo. Het is totaal geen gracht, maar zo heet die dus wel. Waarschijnlijk omdat wij als Nederlanders dit dus vroeger over hebben genomen en dat gewoon zo vernoemd hebben naar een of andere gracht in Amsterdam of zo, denk ik. Denk je niet? Zoiets misschien? Nou, ik denk niet vernoemd. Ik denk dat het gewoon een naam bedacht. Wie heeft bedacht dat dit een gracht is dan? Stom iets. Een beetje water. Nee. Godsamme jongens, wat een... Ik doe de deur open, het waait zo hard, die deur waait keihard tegen de muur aan. Check dit. Gelijk hier een beschadiging. Oh, helemaal kut dit. Echt heel de vakantie gaat het goed. Oh mijn god. En nu? Ja, dat kost geld. Nice. Jezus jongen, wat kut dit. Heel de vakantie gaat het goed en precies nu... Oh, hier bouw ik echt van, jongen. Dit is zo zuur. Ik doe letterlijk mijn deur rustig open en ik laat hem heel even los. En de wind pakt hem met een vlaag en bam, vol tegen die muren aan. Oké, ik kan erover in gaan zitten, maar niks meer aan te doen, denk ik. Koffers zijn ingepakt. We zijn helemaal klaar. Nou, waren we eigenlijk al, maar... Waar hebben we ons paspoort überhaupt? Ik heb die nu hierin gedaan. Oké, okay, mooi. Ik wil even dat jou laat zien wat voor gentleman ik ben. Kijk, dit is sterke man. Sterke man. Dit is echt voor het eerst dat ik doe deze vakantie. Wat wil jij nou? Ik doe het helemaal niet voor het eerst. Echt wel. Echt niet. En de volgende. Dat was hem dan, jongens. Kijk eens even. Oh. Potverdorie. We hebben de auto hier neergezet. Koffers nog even daar binnen gezet. En we hebben dus uitgecheckt. Oh. Oké, jongens. Nou, het uitchecken ging gelukkig allemaal heel goed. Hoezo zou niet goed gaan? Nou ja, omdat het allemaal fout gaat deze ochtend. Ik stoot ook nog mijn kop net tegen de achterbak. Oh. Ik heb gelijk een bult op mijn hoofd. Heb je het een beetje naar je zin gehad? Was het een geslaagd eenjaars cadeau? Zeker. Ja? Dat was echt heel leuk, ja. Gelukkig. We hebben echt superveel gedaan. Ja. Nu heb ik nog iets. Een activiteit om 1 uur gepland. Ja, alleen ik weet niet of het doorgaat door de wind. Spannend. Ja, ik moest eerst even een bericht sturen of het überhaupt doorgaat, want anders weet ik het niet. Ik ga het eens even vragen. Wat denk je dat het is? Iets van paraglijden of zo. Wie weet? Sowieso wel, hè. Wie weet? Geen idee. Tering 1. Maar het allereerste wat wij sowieso even moeten doen is nu echt die PCR fixen. Want ja. Dat is super belangrijk. Anders blijven we hier gewoon nog een hele extra paar dagen. Mijn Nederlands is soms zo onfliek. Een hele extra paar dagen. Ik heb even een WhatsApp bericht gestuurd, jongens. En kijk eens, het is prachtig als je vanaf hier naar beneden kan paragliden. Je had het goed, hè? Hoe wist je dat nou weer trouwens? Van alle dingen die je kan doen, hoe wist je dat het paragliden was? Omdat het met de wind te maken.
maken heeft. Ja, klopt. Nou ja, ik wil dus nog heel graag gaan paragliden, maar het waait zo ontzettend hard dat het gewoon levensgevaarlijk is vandaag om dus te gaan paragliden, nou ja, naar beneden. Het is niet deze kant op, het is de andere kant op van de berg. Maar wat misschien wel door kan gaan vandaag, is het kooiduiken met de krokodillen. Ja. Dat is natuurlijk wel ontzettend gaaf. Dat is wel heel leuk. Wil jij dat doen? Ik weet niet of ik het zelf wil doen, maar ik zou het wel cool vinden als jij het doet. Ja, ik wil het sowieso doen natuurlijk. Ik heb het daar al een hele tijd over eigenlijk deze vakantie. En het kon elke dag niet. Maar ze hebben mij een bericht gestuurd dat het vandaag dus wel kan. Dus, aan de ene kant de anticlimax dat we niet naar beneden kunnen gaan paragliden. Want dat had wel super gaaf geweest. En dat had ik eigenlijk al 3 dagen gepland, maar het is steeds afgezegd. Ook door de wind. Maar we kunnen wel... Krokodillen zwemmen. Ja. Vanaf 2 uur. Ja. Zo, half uurtje verder jongens. PCR is gedaan. We hebben gelijk ook onze uitslag. Nou, trouwens antigeentest dus. Ik heb hier nog cash geld trouwens. Voor jou. Ja, dat had ik nog in de zak. Maar, we gaan even lekker wat eten. En dat is eigenlijk een beetje ons favoriete tentje geworden hier in Zuid-Afrika. Dat heet Bootlegger. Very lekker. Ja, daar hebben ze dus die shakes, die smoothies. Het is echt, echt heel lekker. Dus, mondkapje gaat even op. En ga met de banaan. Jij bent ook negatief. Hé, hey, mooi. Ja. Lekker. Ik ben altijd al negatief in het leven, dus. Dat is niet waar. Kijk eens aan, zitten we weer. En dit is wel grappig. We zijn hier nog nooit geweest. Maar omdat we in een andere filiaal geweest zijn, is Jade dus gewoon verbonden met de wifi al. Dus ze hebben overal dezelfde code ofzo. En ik dacht er nog aan dat we in de auto zaten. Dacht ik, zullen ze dezelfde code hebben? Want dan ga ik die gelijk invullen. En hij heeft hem. Hij valt er gewoon in inderdaad. Cool. Lekker, lekker. Weer een roze koffie dus. Nou, top. Even voorbereiden op het cage diven. Oké, weer iets raars. Jade zegt, ik heb jeuk aan mijn linkerhand. En blijkbaar betekent dat, wat zeg jij? Ik heb er nog nooit van gehoord. Dan krijg je of geld, of je moet uitgeven, maar... Als je linkerhand jeukt, is het dus... Dit zijn echt van die dingen waar ik nog nooit van gehoord heb. En ineens begint Jade over. Oh, er staat hier, als het gaat om jeuk aan je linkerhand, wordt aangenomen dat het je veel geld kan opleveren. En dat je dit dus onverwacht snel zult gaan krijgen. Ik heb hier echt nog nooit van gehoord. Ik heb ook nooit jeuk aan mijn linkerhand, dus... Denk je dat ik heel skeer ben? Of, Jij hebt het altijd bij je rechterhand zeker. Dat is uitgeven. Ja. Kijk eens, heerlijk. Daar gaan we even van genieten. De auto in en poh. Poh. Zo, dit is echt een sauna gewoon hier binnen. Oh, jeetje. Het is tijd. Ja, het is heel warm. Het is tijd jongens om nu dus naar de krokodillenboerderij te gaan. En om daar dus het water straks in te springen. Ik ben echt zo benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd hoe wild ze zijn nu, zeg maar. Want wij hebben ze echt gezien met bewolking. En ze zeiden dat ze echt veel wilder zijn. Ook kunnen we een kaartje betalen. Oké, ik ben zo terug. Ik vertel zo even verder. Oké, hij was blijkbaar gewoon gratis. Ik hoef helemaal niet te betalen. Nice. Lekker, lekker bezig. Het zit allemaal wel echt lekker mee vandaag, hè? Ah, dat die gratis is wel top trouwens. Maar, zoals ik al zei, gaan we dus naar de krokodillenboerderij. En daar, ik laat me eigenlijk gewoon compleet verrassen. Want ik weet ook totaal niet wat ik ervan kan verwachten. Wat er gaat gebeuren daar. Ik denk dat je met krokodillen gaat zwemmen. Ja, dat sowieso. Check jongens, hiervoor. Dan zitten ze gewoon achter op de bus. Zitten ze gewoon in het laadkarretje. Stel je voor, je doet dit in Nederland. Kijk dan. Dat moet je echt in Nederland niet proberen hoor. Ik weet niet wat voor hoge boete daarop staan. Maar dat is, dat moet je niet doen. Ik zie zo dat je bevriest als je dat in Nederland doet. Nou ja, met deze temperatuur valt het wel mee inderdaad. Het is nu 25 graden. Als het in Nederland 25 graden is, kan je dat ook wel doen. Maar je moet het sowieso gewoon echt niet doen. Nee. Hoe hoog is de boete daarvoor eigenlijk? Ik zou het niet weten. We zijn op de bumpy road hier zo. Het is een lekker hobbelig weggetje. Maar dit is de krokodillenfarm. Hoe zie je erin? Kijk, er is nog een andere onverharde weg. Gezondheid! Oh, nog een keer! Gezondheid! Nog een derde keer. Morgen lekker weer, kom. Nee. Nee, niet? Nee. Oh, ik ben dus, ik weet niet of ik zenuwachtig moet zijn, want achteraf gezien was het haaienkooi duiken dus ook een stuk minder eng dan ik had verwacht. Maar ja, ik weet niet wat ik hier dus kan van verwachten. Kijk, we gaan het gewoon zien jongens. We gaan het gewoon zien. Ik ga zo even de auto neerzetten hier, want dat is even handig. Dan gaan we uitstappen, hè? Dat is ook handig. Ja, dat is ook handig. Ja, komt ie? Nee. Nee. Kijk even in het licht, kom. Nee, hij komt niet. Nee. Ik heb dus al dagenlang contact met deze mensen. Puur omdat het dus elke dag niet kon, blijkbaar. Het kon elke dag niet, dat ze, de temperaturen waren niet goed genoeg. Maar het is vandaag, zoals je kan zien, echt strak blauwe lucht. Ik zie geen wolkje om me heen als ik hier kijk. Dus vandaar dat het vandaag wel kan. Zo, die camera was echt zwaar trouwens, Jake. Ik moet even wat dingen in de koffer doen straks. Doe jij dat even. Want jij hebt ook zelf je koffer ingepakt, toch? Ja, dat heb ik echt heel snel gedaan, ja. Natuurlijk niet.
We zijn weer binnen, jongens. Bij het, oh, kijk, dit is bij het slangenverblijf ook hier zo. Oh, en dan gaat hier net eentje. Oh, ik heb reflectie, jammer genoeg. Zo, maar dit is zo'n grote slang. Kijk wat hier trouwens ook zit. Kijk dan, hier zit ook een beestje op. Je ziet hem bijna niet, omdat hij een schutkleurtje heeft. Oh, maar deze slang hier, hè. Dit is echt een wurgslang. Kijk, deze is ook zo. Oh. Slangen blijven apart om te zien. We hebben ze een paar keer gezien nu. Ik heb hem net even ingeschreven dus voor het cage diven. Dus ik ben heel erg benieuwd. We moeten nu even wachten. Maar we mochten nog even hier rondkijken. Dus, Wij zijn weer binnen hier zo bij het verblijf, jongens. Kijk eens even. Het is hartstikke mooi. This is Andrew. Hello. Nice to meet you. You're going to help me with the cage diving, yes. Right? I'm going to put you in the water with a man-eating crocodile. what did you tell me about? He ate... Seven people. Deze krokodil heeft dus ooit 7 mensen... vermoord. In Botswana was dat volgens mij, vertelde die net. Er waren 12 mensen vermist. En nadat ze deze krokodil onderzocht, hadden ze van 7 mensen sieraden gevonden. 7 sieraden, die zaten in zijn buik. Sowieso 7 zijn er vermoord. The story. His name's Ratanga, but he's in here with my most aggressive crocodiles. All of the small ones in here are the females. They have the pretty thin faces. These females have all chased me over the green fence at the back while I was really? Cleaning in the enclosure. So that's why they ended up in here. These are my 4 most aggressive crocodiles. The most aggressive for this. They're all trained. Cup, 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 cup. Come big boy. Cup, 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 cup. Deze heeft 7 mensen dus gegeten, jongens. And what we are feeding them today is some steak. Steak. Yes, okay. That is the starter. You are the main course. Yeah. They use their tail underneath them. They can jump over 3 meters out of the water. So that's here. Really? So. Well, I'll stand right here. 3 meter kunnen ze omhoog komen. We'll be going down inside of here and the lady can stand anywhere here. Yeah. I think the best place to film would be right here. Just watch out. Okay. If I got a crocodile on the line, just make sure you step back because sometimes the rope snaps. Oh, okay. Oh, okay. Nou jongens, daar gaan we. Is het koud? Ik heb hem niet gevoeld. Oké, het is echt 2 meter diep hier dus. You guys want to swim? Oh god. No, all good, man. All good, okay. So my name is Andrew, I'm the head animal. Oh god, jongens. That crocodile is the biggest one. It's 519. Ik kon hier echt staan, toch? Yeah, here on this one. This is a crocodile retirement. Okay. If you look to your left, you'll see that one of my females is coming for you. Yeah, she's already coming. Cup, 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 cup. Oh god. Niet met je handen het gaat aanraken. Oh, ze komt inderdaad al het water in. Oh jongens, kijk even. Besef, er zit er gewoon eentje die 7 mensen heeft opgegeten. En toen is hij daarna hier dus opgevangen. Die is al 45 jaar oud, die hebben we de vorige keer ook gezien. En dat is dat mannetje. Er zitten dus ook vrouwtjes hier. En die komt op dit moment naar mij toe. Hij zei ook echt, je moet echt niet je handen buiten het verblijf doen. Want dat, die bijten ze echt eraf. Holy shit, ik vind het enger dan met die haaien, denk ik, Jaad. Wat? Ik vind het denk ik enger dan met die haaien. Kijk dan, hier beneden is het glas trouwens, jongens. Oh mijn god. Besef hoe dichtbij ze komt. Besef hoe dichtbij. Holy shit. Ik vind, ja maar weet je wat het is? Ze komen zo sneaky op je af. Zij ziet mij nu gewoon, hè. Ik wacht echt op het moment dat ze me aanvalt gewoon. Oh mijn god, dit is echt... Ik vind het denk ik lijper dan met die haaien, jongens. Kijk hoe rustig ze is hier. Ze houdt mij sowieso heel erg in de gaten. Sowieso zit ze te kijken. So that crocodile in front of you's name is Pop. Pop. She's the dominant female here. Okay, dominant vrouw. She will normally eat first before she will allow the others to come and eat. Yeah? So I want to give her some food and get her out the way. If the other ones are hungry, they're going to give us a better show. Is she checking me out at this moment or? Right now she is turned away from you. She's decided you're not big enough for food. Oh. I'm happy. Don't worry, she's gonna change her mind now. Oké, daar komt het vlees. Oh jee. Oh god. Kap, 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 kap. Oh god. Kijk, hier gaat het vlees erdoor. Oh, ze komt het wel. Zouden see how still she is. How slow she moves. Yeah. Crocodiles are ambush predators. They wait for the food to come to them. Hij zei ook dat ze soms gewoon op de kooi springen. Ze wachten dus echt een soort. Oh god. Oh. That is the hardest bite force in the animal kingdom. 1672 kilograms. Check die kopje, jongens. Oh my god. Hey, ik vind het gewoon eng om dit te filmen. Wow, 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 wow. Kijk. Ik heb nog nooit zoiets eng gevonden om te filmen, jongens. Kijk, kijk, kijk. Hop, hop. Je ziet ook die pootjes hier tegen het water, of tegen het glas aan. Oh god. Wat geluid. Ja. Kijk, ze heeft hem. Trying to swallow it. Ze heeft hem. See.
Alright, let's see. When she swims, she uses her tail to swim. Oh, kijk. Nu gaat ze echt zwemmen. Ze gaat ermee weg. Kijk hem weg. Dat is het enge aan krokodillen. Ze verscheuren echt hun prooi gewoon. Oh, nu zit ze onder water. Ze zit onder water. Oh, god. Oh, die komt ineens weer. Oh, ze zit gewoon onder water hier. Durf je onder water te kijken? Ik weet niet. Oh, no. Oh! De grote komt nu. Ja. Oké, er zit nu dus de allergrootste die dus de mensen heeft opgegeten. Die zit hier nu ergens. Rondom de kooi, maar je ziet hem niet. Dus ik word nu gewoon eigenlijk van een afstandje komt hij naar me toe. Ik durf gewoon niet te zwemmen, jongens. Ik heb het gevoel dat er daar iets onder vandaan kan komen of zo straks. Kijk, ik kan nog niet de bodem zien. Here you come. Oh, is dat hem? Yes, this is oh, him. Oh god. Come close. Don't be scared. I'm a little scared. Oh, good. Can I hold myself on this? Yes. Okay, dit is hem. Animal. Kijk, hoe dichtbij. Dit is de grote, hier zijn gewoon... The biggest keto. So this is the one who ate the people? Yes. Oh, deze heeft gewoon 7 mensen opgegeten. See how big he is. Watch it. Here comes the tail. Oh god, ik vind het echt zo eng. Kijk dan. Oh. Wat een beest. Besef, je wordt opgevreten door dit. Hij gaat onder water. Onder water. Dit is het engste. Kijk. Oh joh, hij is echt vet groot. En hij is weg. Deze is gewoon gewend aan mensen opeten. Hij weet gewoon dat hij mij makkelijk kan hebben. Oh jee. Hij kijkt naar mij, hij kijkt naar mij. You good? Hij kijkt naar mij. Zolang you got a good shot. Come big boy, up up. He's got bigger teeth on. So yeah. So that means he's an old crocodile. Every time he replaces his teeth, he gets bigger teeth. Do you see those black spots on his face? Looks like he's got zits on his lip. All those little black spots on his lips. Yeah? Those are what we call ampullae of Lorenzini. They are filled with jelly and there's a nerve behind them. The crocodile uses those to pick up on vibrations in the water. Okay. When he's close to you in the water like that, he can feel your heartbeat because he can feel your blood moving in the body. What? His face is 400 times more sensitive than your fingertips. So? He uses that to feel his way underwater. Kijk, you want to do me a favor? Splash his eyes with water. Yeah? Yeah, give him a splash. Okay, watch his eye carefully when you do it. Okay. You see that front to back? Yeah? That is his swimming goggles. It's called a nictitating membrane. It's an eyelid that he flicks over his eyes. Does he hate me now? See, now you've made him angry. Now he doesn't want the meat. Yeah, is he angry? he's forgiven you. He's gonna take the meat. Oh god, ik heb net gewoon in zijn gezicht mogen. Oh, kijk dan. In zijn gezicht mogen splashen. Wow, dit is waarschijnlijk het dichtstbijzijnde wat ik ooit ga zijn bij een krokodil. Hij komt ook zo dichtbij. Ja. The back of the crocodile has those bumps called osteoderm. Those are hard enough to stop a 9mm bullet. Hij zegt net, hij wil niet het vlees, maar hij wil op mij. Hij zit mij ook echt aan te staren hier. Kijk hem dan. Oké, hij gaat volgens mij nu iets doen dat ze nog wat gekker worden, die krokodillen. Ik word nog steeds in de gaten gehouden hier zo, jongens. Door een krokodil van 4,5 meter. Hé, schatje, wil je een kusje van mij? Zo, hij gaat me straks ineens pakken, joh. Hij wordt gek straks. Oh my god, die gast loopt gewoon... Die gast loopt gewoon in het verblijf. Oh, dat... Hij maakt geluiden. Hij maakt geluiden. Hij zit te blazen. Oh god, ik kom trokken ineens. Oh, en hij is weg nu. Je ziet hem onder water. Ik hoop maar dat het glas dik genoeg is. Oh, hij jaagt ze allemaal het water in. Oké, nu sta ik echt in het water, jongens. Here she comes. Oh jee. This one's named Crackle for a reason. She's a firecracker. Hallo. Hey, hello. Hey, zo. Kijk eens even. Zo. Wow. Deze is agressief. Deze is heel agressief.
Deze is het. Zo. He's really aggressive. Kijk die, joh. Get a death roll. Come, turn me home. See that? Spins like that. Yeah. Whoa. Nou, deze is sterk. Kijk. Oh, he goes. She's crazy. Like deze is echt, kijk dan, deze is echt heel groot. Kijk dan, hoor je. Zo. Wow, deze is echt gek. Er zit er gewoon nog eentje onder water in. Wow. Duizend kilo weegt hij. Ik ben dus nu een beetje gewend eraan. Hij vertelde dus net dat deze krokodil 200 jaar oud kan worden. Hij is nu 45, hij is 4,2 meter en hij kan gewoon nog 2 meter langer worden dus ook. En hij heeft dus al 8 of 7 of 8 mensen opgegeten in Botswana waar hij vandaan komt nogmaals. Jongens, dat is zo raar om te beseffen. Hij zegt net dat ze nu kracht aan het opbouwen is om nog een keer een aanval te doen. Kijk, ze doet echt rolletjes. Ze rolt echt in het water. Wow. Wow, yo. Ik schrik me dood steeds. Oh. Oh. Holy shit. Zo. Deze is echt gek. Kijk eens aan. Hij draait rustig aan naar Gio toe, die hier in de cage zit. Kijk, het is niet normaal hoe groot deze is. En daar komt hij weer richting Gio. Hij vertelt nu dat dit de gevaarlijkste krokodil is. En... Oh my god. Zo. Zo, ik ben er net uit. Oh, het was wel echt heel gaaf. Ja? Ja, echt super gaaf. Ik voelde me echt... Ik vond het enger dan eigenlijk met de haaien nog misschien. Ja, dat geloof ik. Het zag er ook heel eng uit. Ja. Maar heel cool dat je het hebt gedaan. Ja, dit was echt wat ik wilde doen gewoon. Ik wilde dit per se doen. Zo, jongens. Ik ben weer aangekleed. Ik weet nou niet wat ik gaver vond. Dit of met die haaien. Ik vond dit misschien wel enger. Omdat ze zo, ook zo dichtbij zaten. Jij vertelde ook, je kan krokodillen... Ja, je kan krokodillen niet tam maken. Dus jij zei, ik filmde net een stukje waarin je zei dat de krokodillen niet wild zijn. Maar toen we hier de vorige keer waren, toen zat hij te vertellen dat ook al hebben ze de krokodillen hier 20 jaar. Je hebt ze helemaal tam gemaakt en je zou ze terug doen in de oceaan. Dan zouden ze alsnog zoveel mensen vermoorden. Maar krokodillen gaan niet de oceaan in. Ja, nee, maar klopt. Dat is wel echt zo, ja. Inderdaad. Dus je kan ze gewoon niet allemaal. En dat ze dus 200 jaar kunnen worden. Echt, het zijn zieke beesten. Echt bizarre beesten zijn het. Sick. Ja, echt. Zijn er krokodillenfilms, jongens, of niet? Want ik wil ze kijken. Ik vind het echt interessant nu. Toen die zei dus dat die krokodil 7 mensen heeft vermoord, lachte ik eerst van, leuke grap. Maar het bleek dus gewoon echt zo te zijn. Gewoon, ja, omdat dat beest is dus al 45 jaar oud. Echt oud, jongen. Nou ja, voor een krokodil dus niet. Maar vandaar, hij heeft gewoon zoveel jaar geleden, 20 jaar geleden of zo, heeft hij dus dat gedaan. En ik keek hem dus gewoon recht in de ogen net. En ik mocht hem in zijn gezicht splashen gewoon. En hij zei, ja, splash maar in zijn gezicht. Wat? Hij is gek. Ik vraag me dus heel erg af, hoe kan het dan dat zo'n krokodil je pakt? Maar jij hebt de verklaring daarvoor. Ja, hij zei dat ze allemaal, is een hele populaire plek waar iedereen ging klif springen, van rotsen ging springen. In Botswana? Ja, in Botswana. En daar zat die krokodil en al die mensen zijn daar dus ook vermist geraakt bij dat klifspringen, zeg maar. Holy moly. En daar zijn er, van de 12 zijn er van 7 mensen, zijn er sieraden teruggevonden die dus ook echt in zijn buik zaten. Ja, er zijn 12 mensen waren dus daar vermist. Ja, maar van die andere 5 mensen zou kunnen dat hij die ook heeft opgegeten, maar daar is niks van gevonden. Wat maar heftig. Ja, minimaal 12 dus. Nu ben ik wel heel erg benieuwd eigenlijk naar die plek waar dat klifspringen dus is. Oh, stel je voor, je gaat gewoon voor de adrenaline, ga je klifspringen en je wordt ineens opgevreten door een papegaai, of een papegaai, een krokodil. Wij moeten natuurlijk nog eventjes, kijk eens, netjes getankt worden. Ik wilde zeggen, we moeten nog even tanken, maar we worden getankt, want dat doen ze hier voor je dus. Ik vind het alleen weer altijd moeilijk, dan moet ik dat nu voor je geven aan ze of niet. Want ik ben zeg maar zelf ook niet te lui om gewoon zelf te tanken, maar hier doen ze het letterlijk voor je. Tijd om de auto dus in te leveren. Zo, deze was ook wel leuk geweest, jongens, zo'n Jeep. Ja, dit blijft ook top, hè. Kijk eens hoe nice. Echt leuk dit. Gelukkig hoefden wij niks bij te betalen voor de schade. Want ze zeiden dat kan gebeuren. De wind is soms zo sterk dat dit kan gebeuren. Ik deed letterlijk mijn deur open en hij klapte gewoon ineens keihard open. Dus ik kon er ook gewoon niks aan doen.
Maar we moeten nu even een Ubertje fixen, want die komt ons ophalen. En die brengt ons weer even terug nog naar het hotel. Want daar staan onze koffers. Ja, dat is wel handig als we die meenemen. Ja, hè? Zo, even de vlog uploaden hier zo, jongens. En kijk, even een blikje San Pellegrino. Wie weet waarom dit er omheen zit trouwens. Ik zie echt alleen maar zij dat doen. Zo'n folietje er. Wat heeft het voor nut? Waarom... Cola heeft het toch ook niet? Ik snap het niet helemaal. Oh, nog even lekker genieten van het zonnetje, jongens. Wij vliegen dus vanavond pas om 12:50 s'nachts. Dus we hebben de hele nacht een vlucht. Wordt waarschijnlijk heel veel slapen. Ja, die is nu alvast aan het oefenen. Want er zit dus iemand naast ons ook in het vliegtuig. En dat is wel echt kloten. Vooral omdat je 11 uur lang dus dan eigenlijk gewoon echt rechtop moet gaan zitten. Ik vind het zo mooi, jongens, die vijver hier. Al die vissen. Het geeft echt een soort van, ja, ik weet niet, luxe uitstraling of zo. Het is echt zo ontzettend mooi. Maar ja, die vissen zijn ook echt 300 euro per stuk, die kooikarpers is dit. Dus het is ook best wel luxe. Oh, wat een mooie zonsondergang gaan we straks nog krijgen, denk ik. De laatste! En toen waren wij een aantal uurtjes later, 2 uur later. We hebben nog even wat gegeten, snel in het stadje hier zo. Maar, ik ga nog even een pasje plegen. En dan gaan wij straks dus... Kan je mij zien daar? Hallo. We gaan dus straks naar het vliegtuig toe, jongens. Zoals ik al zei, het is dus echt een nachtvlucht. Dus eigenlijk wel perfect voor de vlog. Ik kan de vlog gewoon eindigen straks in het vliegtuig. En dan morgen dus weer beginnen als we gewoon aangekomen zijn in Nederland. Echt perfect voor mij dit eigenlijk. En daar zijn we weer, jongens. All departures. Hop, naar binnen bij het vliegveld. Welkom op het uitgestorven vliegveld van Zuid-Afrika. Waarom is hier helemaal niemand? Ja, of wij zijn veel te vroeg. Nou ja, we zijn 3 uur van tevoren, hè? Hey, heel netjes. Ik heb nog nooit zo vroeg van tevoren een vliegveld gezien. Nee, goed hè? Maar het is hier helemaal leeg, jongens. Er loopt ook helemaal niemand. Er zit hier niemand. Ik zie geen vliegtuigen staan. Eerst dat ik gewoon geen stress heb. Echt nul. Ja, maar we zijn nu echt heel vroeg. We zijn echt gewoon 3,5 uur van tevoren hier aangekomen. Dus vandaar. Dit hebben wij bijna nog nooit gebruikt, volgens mij. We hebben hem ook hier op het vliegveld gehaald. Kijk eens. Ik heb het wel eens een keer eerder gehad, volgens mij. Lekker? Nog nooit. Nog nooit? Nee. Nou, het is wel lekker. Bij KLM krijg je dus geen kussentje in je vliegtuig. Maar voor 11,5 uur vliegen is het best wel lekker. Ik krijg alleen een dekentje. Dus dat is wel fijn, want ik draag korte broek. Maar deze is ook wel nice om te hebben. Kan wel hoor. Ja? Zo, je kan, nu, kijk, zo kan je wel lekker zo naar achteren leunen en zo lekker gaan zitten gewoon. Zeg maar, het gevoel dat je een kussen hebt, laat je al 10 keer beter slapen. Ja, dat is wel zo. Want dan voelt het gewoon, je hebt nu en een kussen en een dekentje. En dan heb je al meer het gevoel van, oh, ik lig lekker in mijn bedje. In plaats van dat je tegen zo'n harde stoel zo... Ja. Kijk jongens, we kunnen weer met de drones meekijken. Oh, zo gaaf die drone. Maar ik vind het wel nog steeds heel apart dat we niet kunnen zien waar die nou vliegt. Hij zit echt hoog. Kijk, ik kan dus zelf ook de drone bewegen, zie je? Dus ik kan hem heel snel laten gaan. Echt cool. Dat mensen dit serieus geloven. En na 11 uur vliegen, jongens, zijn we weer bij de Schipholtoren. En dit is gelijk het einde van de vlog, jongens en meiden. Dit was de vakantie naar Kaapstad. Wij gaan dus lekker naar huis nu. Ik ga straks opnieuw de vlog beginnen. En dan gaan we er een hele leuke dag van maken. Ja, zeker. Hè? Dus, jongens en meiden, ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog met de krokodillen. Dat is gewoon deze vlog. Jullie kijken trouwens de vlog op dezelfde dag dat ik hem dus afsluit. Maar, jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen. En ik zeg... Hey! Doei doei!